Dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Als je wil, druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En jullie zien in de achtergrond natuurlijk al de itemshop voorbij komen. En er is weer heel erg veel. Rechts onderin kun je natuurlijk wel overwegen om de code te veel gevraagd in te vullen. Als je dat doet, daarmee kun je ons supporten. Wie dat ook heeft gedaan, is Prins. Ik heb al deze items gekocht met jullie support. Ik create de code Juju. Hey Prins, ik zie inderdaad een dikke shout-out aan jou. Heel erg bedankt dat je meerdere dingen hebt gehaald met onze code. We gaan denk ik direct beginnen. Ik heb vandaag weer echt heel erg weinig. Ik weet niet hoe het komt, maar ja, de laatste tijd is er gewoon minder nieuws. Laten we hopen dat dat na morgen minder is, want dan krijgen we inderdaad een update. Ja, maar voordat we het gaan hebben over de update, laten we natuurlijk als eerst eventjes kijken hoe ver we zitten in dit seizoen. Nou, we zitten op dit moment op 19,5%. Wat betekent dat we nu nog 61 dagen lang in Season 2 zitten, wat neerkomt op 2 maanden. Jawel, precies 2 maanden kan ik wel zeggen. Dus 2 maanden nog gaat het duren voordat we aankomen in Season 3. In de tussentijd krijgen we natuurlijk nog hier en daar wat updates. En laten we het dan maar gelijk eventjes over updates gaan hebben. Want als eerst wil ik eventjes vermelden dat de W20.30 update, dat die al in de testfase zit. Dus dat is een goed teken. Maar eerst moeten we nog de W20.10 update krijgen. En het goede nieuwtje is, die krijgen we morgen al. Namelijk morgen is het dinsdag, dat is natuurlijk de update dag. Dan krijgen we dus de W20.10 update. Wat kunnen we hierin verwachten? Nou, we hebben het hier en daar al wel een beetje daarover gehad. Maar eventjes in het kort. We krijgen sowieso hier en daar denk ik map changes te zien. We krijgen ook iets te zien met nieuwe skins natuurlijk, want dat gaat er sowieso aankomen. Misschien iets met, dat zou wel leuk zijn, dat je vehicles helemaal kunt customizen en zo, of misschien wel wapens. Zou ook nice zijn. En dan natuurlijk gewoon wat nog meer bugfixes en al die dingen, weet je wel. Dus dat komt er allemaal aan. Meer weet ik eigenlijk niet. Ik heb niet veel info over de update van morgen. Maar dat zien we allemaal morgen wel. Ik bedoel, een dagje wachten en dan hebben we alle nieuwtjes. En daar komen natuurlijk ook video's over online. Dus abonneer met dat belletje aan, dan mis je helemaal niks meer. We gaan door naar het volgende topic. Yes, en dit gaat eventjes over een vragenlijst die Epic Games heeft gestuurd naar meerdere mensen. En daarin werd een vraag gesteld of ze iets moesten doen met skill-based matchmaking gebaseerd op bouwen. Ja, we hebben natuurlijk gezien dat skill-based matchmaking in de game zit. Dus dat betekent dat als jij beter wordt, dat je ook tegen betere spelers moet. Zodat het eerlijker is en het niet, ja, dat je niet als, zeg maar, beginner gelijk tegen hele goede moet. Tenminste, dat is een beetje de bedoeling natuurlijk. Je hebt mensen die een nieuw account aanmaken en op die manier alsnog tegenkomen. Maar goed, doet er even niet toe. In ieder geval, nu willen ze skill-based matchmaking puur en alleen gebaseerd op bouwen toevoegen. Dus hoe beter jij kan bouwen tegen hoe moeilijker het eigenlijk gaat worden voor jou. Want je moet ook tegen mensen die even goed straks kunnen bouwen als jou. Dus aan de ene kant is dat natuurlijk ook wel leuker. Ik bedoel, het is niet heel erg leuk om tegen iemand te vechten die gewoon helemaal niet kan bouwen. Het is wel leuk als je een beetje een battle hebt. En ja, ze willen dat wellicht gaan toevoegen als veel mensen het hiermee eens zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd wat mensen gaan invullen. Maar goed, we gaan het allemaal binnenkort zien, wellicht. We gaan door naar het volgende topic. Ja, en dit is gewoon eventjes een leuk verhaaltje. Namelijk, er was een guy genaamd MC Bad Commander. En hij heeft al een aantal jaar geen Fortnite gespeeld. Maar hij logde een keertje in en hij kwam erachter dat hij allemaal skins had. Ja, jullie zien het hier staan. Al deze skins heeft hij gewoon gekregen, terwijl hij niet heeft gespeeld. Dus wat betekent dat? Nou, waarschijnlijk inderdaad dat zijn account gehackt is of zo, en dat iemand gewoon op dat account heeft lopen spelen. Ja, dat is toch wel heel erg apart. Want ja, ik zal het eerlijk gezegd nooit doen, want ik weet dat het wachtwoord vast wel een keer veranderd gaat worden. Dus ik snap niet helemaal waarom diegene dat heeft gedaan, maar die heeft dat voor niks gedaan. Want hij heeft natuurlijk weer zijn wachtwoord dus veranderd en heeft nu dus het account terug. De andere guy die al die skins heeft unlocked kan er niet meer bij. Ja, klein beetje lullig, maar had hij niet op zijn account moeten spelen natuurlijk. Maar ja, ik weet niet, lijkt me best wel grappig. Als je inlogt, je hebt een paar jaar niet gespeeld en je hebt gewoon allemaal skins. Hoe genius. En we gaan door naar het allerlaatste dingetje. Ja, en dit is eventjes een grappig dingetje. Namelijk, wist jij dat wanneer jij Ezio of een Wolverine hebt, dat je 5 verschillende harvesting tools in 1 match kunt gebruiken? Moet je kijken.
Ja, jullie zagen dus voorbij komen. En ja, dat is best wel grappig dat dat kan. Je kunt dus met 5 verschillende harvesting tools spelen. Ik wist het niet. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe rempje omhoog. Daarmee sport je namelijk heel erg. Abonneren kan natuurlijk hier beneden. Zakt te veel vaak kun je gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer bij een nieuwe video. Peace out.